Diana Matroos. De Russische invasie in Oekraïne lijkt uit te monden in een langdurige oorlog. Op welke scenario's moet het land zich voorbereiden en welke impact heeft dat? En wat voor strategische opstelling vraagt dat ook van andere landen die direct of indirect bij dit conflict betrokken zijn? Dat is wat ik wil weten en daarom bevraag ik daar deze week 4 kopstukken over in BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. Vandaag is dat Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het The Hague Center for Strategic Studies en voormalig VVD Tweede Kamerlid, waar hij jarenlang buitenland woordvoerder was. En daarnaast is hij natuurlijk ook algemeen voorzitter van de BOVAG. Welkom, Han. Ja. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Ja. Leuk dat je allebei de functies nog even noemt. Ja, want toch ook, we gaan niet over de autowereld praten, maar toch is daar ook wel impact natuurlijk van die hele oorlog. Dat merk je natuurlijk ook wel. Ja, ik denk dat heel veel mensen nu wel herkennen dat zelfs als, zeker als je een nieuwe auto bestelt op dit moment, dan zijn de wachttijden zijn enorm geworden. En om maar eens even iets heel simpels te noemen, kabelbomen, en dat zijn essentiële onderdelen voor nieuwe auto's, trouwens ook van oude auto's, als ze vervangen moeten worden, ja, die komen uit Oekraïne. En die zijn er gewoon niet. Dat merken we. En de olie, hè? Volkswagen heeft daar een grote fabriek. Nou, hoeveel Nederlanders rijden wel geen Volkswagen? Ja, en olie, gas. En we gaan het ongetwijfeld straks ook naar aanleiding van een vraag van Jaap Loogscheffer nog even hebben over het tarwe en voedsel. Dat is natuurlijk helemaal een dramatische situatie die ook tot een enorme hongersnood kan gaan leiden. Ja, dat allemaal straks. En natuurlijk wil ik ook het laatste nieuws rond Oekraïne doornemen met je, ook om te kijken waar we nou staan in die oorlog en waar de weg ook eruit is. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 dingen van je weten. Het eerste is, we praten in ieder geval dit uur over veiligheid, oorlog, internationale machtspolitiek. En daar ben je al jaren mee bezig. Ook los van Oekraïne. Wat fascineert je daar zo aan? Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik als kind al gefascineerd was door, ja, misschien wel grote internationale politieke ontwikkelingen. Ik denk dat ik al vrij jong was toen bijvoorbeeld naar een programma als Panoramiek, wat nu in de Nederlandse televisie wel zou kunnen gebruiken, denk ik wel eens, maar wat waarschijnlijk te duur is om te maken. Dus ik ben wel heel blij dat BNR doet er heel veel aan. Bij de VPRO hebben ze een mooi buitenlandprogramma. Wat die fascinatie precies is, dat is wat daaronder zit. Het rare is, ik kan bijvoorbeeld niet schaken. Ik ben niet zo'n spelletjesliefhebber. Ook niet bridge, heb ik wel eens geprobeerd en zo. maar ik kan niet schaken. Maar ik lees in de krant wel altijd, toen dat er nog in stond, van die schaakberichten. En dan houdt het bij mij op het moment dat het begint met Grünfeld Indisch F9. Ik weet niet eens wat het kan, hoor. Maar daar hoor je het al aan. Maar ik vind internationale schaakwedstrijden, en dat is natuurlijk de internationale machtspolitiek, vind ik fascinerend. Dus dat is wel iets wat ik altijd heb gevolgd. Ja. En dan het tweede wat ik van je wil weten. Als je dan nu kijkt naar de oorlog, ruim 2 maanden nu bezig. Vanuit dat schaakspel, wat je eigenlijk benoemt, wat fascineert je dan het meeste? Wat, als jij zit na te denken, wat is jouw gedachte dan met name? Wat hier zo belangrijk is, en volgens mij zei Jaap de Hoop-Scheffer het gisteren ook bij je, is dat 24 februari, ik neem maar even letterlijk zijn woorden over, de geschiedenis zal ingaan en ook de geschiedenisboeken in moet, als het moment waarop ons Europese continent niet alleen overvallen werd door iets waarvan we niet dachten dat we er voorgoed van verlost waren, namelijk een oorlog, een full-scale oorlog. Niet een burgeroorlog zoals in de Balkan. Nee, een oorlog tussen 2 staten, waarvan er 1 een nucleaire staat is. En waarvan de uitkomst direct ook bepaalt hoe volgende generaties in deze 21ste eeuw op dit continent kunnen leven. Dus het gaat om kinderen, kleinkinderen. Ik dacht dat Jaap zei, zijn dochters zijn 40 jaar. Dus dat is een beetje, zijn wat jonger dan ik ben, maar een beetje mijn generatie zou ik dan nog kunnen zeggen. Die hebben de val van de muur dan misschien niet bewust, maar nog wel meegemaakt. Mijn dochter is 16. Ja. Die is helemaal, van na 9-11 zelfs. Dus die groeit op in een wereld waarin allerlei internationale en geopolitieke spanningen weer heel normaal zijn. Waarbij externe shocks zoals COVID onderdeel van hun leven, buiten zelfs 2 jaar uit hun leven hebben weggehaald. Ja. Ik vind dat van heel groot belang en ik hoop ook dat we dat in dit gesprek aan de orde kunnen hebben, dat wij Europeanen nu zelf het lot in handen nemen dat ons nu toevalt en wat door de Oekraïners nu bevochten wordt. Want het gaat daar om simpelweg een tegenstelling tussen
de rules-based order, dus een orde, een veiligheidsorde die op regels gebaseerd is, waar wij voor zijn. Ja, waar we goed in zijn. En een orde die mij wel fascineert en waar ik tot op zekere hoogte ook wel begrip voor heb. Maar die uit de 19e eeuw komt. En dat is een orde met invloedssferen. En dat is een orde waarbij landen niet over hun eigen grenzen gaan, niet over hun eigen toekomst kunnen beslissen. En waarbij ze niet kunnen uitmaken van welke clubs of ze deel uitmaken. Nou, als we die laatste orde niet willen hebben, dan mogen de Oekraïners nu niet verliezen. Een heel duidelijke stelling die je al inneemt. En dat geopolitieke spel is zeer boeiend. Dus daar gaan we in het tweede deel van ons gesprek uitgebreid nog over praten. Ook naar aanleiding van een vraag van Jaap ter Hoop Scheffer, voormalig NAVO-baas. Maar laten we eerst eventjes naar de oorlogsscenario's kijken. En daar ook het laatste nieuws meteen bij pakken. Allereerst, in welke fase van de oorlog zitten we nu? Dit is zeg maar fase 3. De eerste fase was de aankondiging van Poetin om eigenlijk Oekraïne als staat van de kaart te vegen, regime change door te voeren en daarmee Kiev in te nemen. Totaal mislukt. De tweede fase van de oorlog is er een waarbij de Russen proberen in ieder geval Donetsk, Lugansk, dus zeg maar even de Donbass, dat is wel iets groter dan die twee oblasten, die twee provincies, en een corridor naar het zuiden te realiseren, waardoor ze een verbinding kunnen krijgen, een landverbinding, een corridor van de Krim tot aan Oost-Oekraïne. Daarmee zouden ze een enorme hap uit dat land hebben genomen en zichzelf altijd in de positie hebben gebracht om dan, als dit wat het nu dreigt te worden, een conflict met een onduidelijke scheidslijn waar op dit moment hard gevochten wordt, maar waar ze dat niet eindeloos kunnen volhouden, om altijd weer opnieuw Oekraïne aan te grijpen. En zoals we weten zal Poetin niet ophouden bij dit deel. Dus als hij de kans krijgt en hij zou via het zuiden ook nog weer zijn begerige oog op Moldavië kunnen laten vallen, waar hij begin van de jaren 90 al een klein strookje Transnistrië de facto heeft ingenomen, dan zal hij dat doen. Dus het komt er nu op aan, en dat is ook belangrijk wat er in de Europese hoofdsteden hierover gezegd wordt, en ook daar zegt Jaap gisteren Jaap de Hoop Scheffer iets bijzonders, iets wat ik zeer steun. Mm-hmm. Dat er een verschil lijkt te gaan ontstaan tussen wat je hoort in Berlijn, Parijs, nou, Den Haag zegt nog niet zoveel, en wat je hoort in Londen en in Washington. En in mijn ogen kan het niet zo zijn, hoeveel ik ook de waardering die Jaap gisteren ook uitsprak voor de Amerikanen deel, want wat ze doen is fenomenaal, op een continent dat het onze is, is dat we niet voor de derde keer in 75 jaar kunnen toestaan dat de veiligheidsorde op ons eigen continent door Amerikanen en door Britten zal worden bepaald. Dat moeten we nu echt zelf doen. Dus dit is een moment waarop Europa geopolitiek moet volwassen worden. Maar kunnen we dat? Kunnen we dat? Dat kunnen we. En dat vertrouwen. Want we hebben altijd gezegd, we kunnen niet, we hebben de Amerikanen nodig. En hebben we ook, ja. Ik ben dus tegen bijvoorbeeld het begrip strategische autonomie. Ik ben al jaren, een jaar of 5, 6, enorme pleitbezorger van strategische soevereiniteit. Nou, de gemiddelde luisteraar, ben ik bang, is nu afgehaakt. Maar het verschil tussen die twee is heel cruciaal. Autonomie wil eigenlijk zeggen, we kunnen het zelf. Nou, we kunnen niks zelf. Dat blijkt nu wel. De Amerikanen wilden weg uit ons continent. En ze komen met 10.000 soldaten weer terug. Van de Baltische Zee tot de Maart, de Zwarte Zee, komen er 100.000 Amerikaanse soldaten, worden weer opnieuw gelegerd aan de oostgrenzen van de NAVO. Dat is niet alleen het omgekeerde als wat Poetin had willen bereiken. Mm-hmm. Maar het lijkt ook op de dagen die we kenden in de Koude Oorlog. Dus de Amerikanen wilden het niet. Voor de Amerikanen geldt maar één ding, en voor Joe Biden, dat is China, China en nog eens China. Daarom is hij overhaast op een holletje weggegaan uit Afghanistan. Nou, je hebt gezien wat daar is gebeurd. Kabul is een kleine luchthaven die Europese partners van de Amerikanen nog geen 2 uur in handen hebben weten te houden. Ondanks het feit dat het vertrek van de Amerikanen was al 4 jaar van tevoren aangekondigd. Ze hebben dat op een holletje gedaan en ze hebben het niet goed gedaan. Mm-hmm. Maar wij konden helemaal geen alternatief daartegen overstellen. Omdat we zelf helemaal geen regie hebben genomen in dat verhaal. Geen regie, geen bereidheid geen vermogen. Dus Europeanen die zeggen, we moeten nu op defensiegebied, op veiligheidsgebied, moeten we naar autonomie streven, die houden zichzelf een illusie voor. Dat kan niet zonder Amerikanen. Het kan ook niet zonder Canadezen, die
in Oekraïne de troepen hebben getraind. Maar je zegt ook van, we moeten niet zonder de Amerikanen de dienst laten bepalen. Nee, exact. Dus, en dan kom je op het begrip soevereiniteit. Ik wil dat wij zelf kunnen nadenken en dat we zelf besluiten kunnen nemen, zonder dat die in andere hoofdsteden worden afgedwongen, buiten Europa dus, over hoe die toekomst van ons continent eruit moet zien. En als je dan kijkt nu naar het huidige conflict, want eigenlijk elke expert zegt, we zitten nu eigenlijk in een impasse en het gaat lang duren. Poetin is nog lang niet klaar, want hij heeft nog een heel boodschappenlijstje wat hij uiteindelijk wil afwerken. Waar zit dan de uitweg? Is dat toch, wat Macron ook zegt, de diplomatieke weg gaan bewandelen? Wat Zelensky absoluut niet wil. Dus die ruimte, of tenminste, als je hoort wat hij zegt, hij is not amused. Ja. Zit daar de ruimte of toch op een andere manier? Ik ken geen conflicten die uitsluitend en alleen via the barrel of a gun worden beslecht. Die uit de loop van een geweer komen. Zijn wel nodig, hoor. En er zijn ook genoeg voorbeelden van waar bijvoorbeeld wapenleveranties een verschil hebben gemaakt. Ook ten goede. Heel vaak ook ten kwade. Dus die wapenleveranties aan de Oekraïners, waarmee ze een recht op zelfverdediging en daarmee dus onze opvattingen over vrijheid en veiligheid en orde kunnen bewaken, en daarmee voeren ze ook een beetje ons gevecht, die zijn van cruciaal en groot belang. En het is inderdaad zo dat Zelensky en de regering in Maar daarmee Kiev, houden we Oekraïne natuurlijk zeker ook wel bezig. We houden ze in de benen. Voor en is dat altijd goed? Ik bedoel, je kan aan één kant denken, het is goed, want zij moeten zich kunnen verdedigen, wij helpen. Ja. Nou, dan speelt er natuurlijk nog een belang van Amerika. Daar gaan we straks nog wel wat dieper op in. Maar eigenlijk hou je Oekraïne daarmee ook bezig, met alle gevolgen voor de bevolking ook daar. Ja, maar dat zijn kijk, bij dat principe wat we net bespraken, namelijk het principe dat Oekraïne zelf uitmaakt wat haar toekomst is, dat een echte natiestaat is waar heel veel Russen en met name Poetin zich in vergist hebben, hoort ook dat je de Oekraïners dan niet kunt gaan voorschrijven wanneer dit is afgelopen. Ja, maar dus door ze heel erg te helpen. Ik bedoel, in Duitsland zie je een heel stevige morele discussie ook over het sturen van die zware wapens. Zeker. Moeten wij dat niet hier ook veel meer voeren? Elke discussie is wat mij betreft welkom. Maar de discussie die het allerbelangrijkste is, is de discussie over een endgame. Wat gaan we doen hierna? En die discussie is in Europa wordt niet of nauwelijks gevoerd. En als we dat niet doen, en we laten tegelijkertijd de Amerikanen $40 miljard heeft het Amerikaanse congres op dit moment al uitgetrokken, terwijl de regering Biden maar $33 miljard vroeg. Ja, dan zijn zij niet alleen betaalmeester, maar zullen ze ook bepalen hoe het eruit ziet. Dat kon ik me voorstellen na de Tweede Wereldoorlog. Dat was tot op zekere hoogte na de val van de Berlijnse muur ook nog begrijpelijk. Maar nu vind ik, nu moeten wij meedoen. Nu moeten wij Europeanen zelf mee uitmaken hoe die endgame eruit ziet.